Ik ben vandaag bij de Amstelzijdekliniek in Ouderkerk aan de Amstel. En hier is Ilonka. En daar hebben we Marit, huidtherapeute van de Amstelzijdekliniek. En we gaan bij Ilonka een tatoeage verwijderen met de picolaser. Ilonka heeft een schorpioentje op haar rug. Sinds haar 15e? Ja. Ja. Dus die staat er al 30 jaar. 30 jaar? Ja. Ja. En ja. Ik vind hem toen de tijd had je eigenlijk alleen maar sterrenbeelden of doodshoofden, slangen, dat soort tatoeages. En dat vind ik gewoon niet mooi, dus ik wilde heel graag vanaf. Ja, want het is je sterrenbeeld? Ja. Oh, oké. Ja. En waarom zeg je nu ik wil hem eraf hebben? Omdat ik het gewoon niet mooi vind. Nee. Ja. Je bent er klaar mee? Ja. Ja. Ik ga je tatoeage behandelen met de picoseconde laser. Dat is de laser die heet PicoSure. Dat is eigenlijk de nieuwste techniek voor het behandelen van tatoeages. Wat ga ik nou doen? Op het moment dat ik de laser op jouw tatoeage zet, dan krijg je extreem korte pulsen op dat inkt. Wat ervoor zorgt dat dat inkt volledig in kleine deeltjes wordt verguist. Eigenlijk stofachtige deeltjes. En hoe kleiner die deeltjes, hoe beter het voor jouw lichaam is om het op te ruimen. En daarmee onderscheidt hij zich ook met andere lasers. Dus want hoe kleiner die deeltjes zijn, hoe sneller die afbraak gaat eigenlijk. En hoe sneller jouw lichaam dat opruimt. Hoe vond je het? Prima. Het is eigenlijk net of de hele stiekjes op je huid worden geschoten. Ja, oh ja. Zo voelt het. Ja. Geen tranen in de ogen? Nee. Nee. Kijk. Goed zo. Goed. Nee, je hebt het hartstikke goed gedaan. Zo, je voelt hem waarschijnlijk een beetje branden nu, hè? Nee. Nee, valt het mee? Ja. Oh, nou perfect. Nou, ik breng er een herstellende crème op. Daar overheen gaat een gaasje die geïmpregneerd is. Die ook nog voor nog meer herstel zorgt. Nou, daar overheen heb ik een ander gaasje gedaan. Die het mooi beschermt voor nu. Dat het op zijn plek blijft. Wat zou je nog meer met de laser kunnen doen? Nou, wat je er nog meer mee kan doen, een hele goede vraag, is pigmentvlekken. Ja, dat is als mensen bijvoorbeeld pigmentvlekken op het gezicht hebben of op het lichaam. Bijvoorbeeld door zon ontstaan, is die heel erg goed voor. Dan zie je al binnen 1 of 2 behandelingen zie je een heel mooi resultaat. En we doen ook huidverjongende behandelingen bij. Okay. Bij de Amstelzijdekliniek zijn we niet alleen in staat om tatoeages te verwijderen. Maar kan iedereen eigenlijk terecht voor uiteenlopende vragen. Denk aan huidverbeterende behandelingen met laser. We hebben veel verschillende lasers in huis. Ook denk aan chemische peelings, microneedlings, skin boosters of injectable behandelingen. Dus als mensen bijvoorbeeld botox of fillers willen laten doen of kleine chirurgische ingrepen. Dus eigenlijk voor iedereen wat wils. En we staan gewoon voor warm en een huiselijke sfeer. En we vinden het belangrijk om echt met elkaar samen te werken. Om dus de verschillende mensen die we hier hebben, om echt onze krachten te bundelen om zo het beste behandelplan voor iemand te maken. Ilonka, hoe heb je het ervaren? Ja, heel goed. Ik voel eigenlijk op het moment helemaal niks. En tijdens de behandeling voelt het als kleine elastiekjes tegen je huid. Maar prima. Dus ik voel nu helemaal niks. Nee. Wat kan ik nog verwachten hier, hè? Nee, het kan zijn, kijk, nu is je huid nog een beetje soort van verdoofd door de koeling. Zometeen als dat afneemt, dan kan het zijn dat je wat branderigheid gaat voelen. Dat kan een paar uurtjes aanhouden. Je zal merken dat dat steeds minder wordt.
Ik noemde het straks al even, je huid kan wat rood worden, een beetje gehavend zijn. Zo ziet het er wat uit, wat gezwollen misschien ook. Ja. En de kans is aanwezig dat je kleine blaarvorming gaat zien. Dat zijn geen echte blaren, het is eigenlijk simpelweg door die korte puls dat dat lymfevocht een beetje omhoog komt. Okay. Belangrijk om te weten is dat dat helemaal wegtrekt en dat je daar niks aan overhoudt en dat het echt bij de behandeling hoort. Okay. Kan ze er lekker mee slapen vanavond? Ja, het gewoon lekker slapen. Oh. Ja. Met misschien op je andere schouder. Maar, ja. Ik slaap in mijn buik. Dus oh, kijk, opgelost. Ja. Ik ben heel benieuwd en we gaan het zien de komende tijd. Elke keer met voor- en na-foto's. Ik zie je heel graag de volgende keer terug. Ja. Dankjewel. Dankjewel.